Hallo kijkers, welkom bij het weekoverzicht van Omroep Walraven. Deze week hebben wij de volgende uitzendingen voor u in de planning staan. Wij beginnen nu met het eerste onderwerp. Het is 1971 als Marie van der Lee en Kees van Uden besluiten om Greenlight op te richten. Wat begon als beginnende amateurs zou later uitgroeien tot zeer grote bekendheid in de regio en ver daarbuiten. Met de voltallige bezetting gaan we in gesprek om te kijken hoe het allemaal begonnen is. Marie van der Lee, man van het eerste uur. Kun je eens vertellen hoe het allemaal begonnen is? Het zal eind jaren 60 geweest zijn, toen ik met gitaarlessen ben begonnen. Gitaar gekocht en in Os bij iemand op gitaarles. En samen met Kees op de slaapkamer liedjes oefenen. Het is begonnen met de gitaarlessen, waar wij, Mari en ik, zaten op gitaarles. En thuis al een beetje zo bezig en op de gitaarles hebben we Lambert ontmoet. Of de gitaarleraar zei van, een solo-gitarist, ja, die weet ik wel. En die had hij ook in opleiding, zeg maar. En was Lambert. De gitaarles van Martin Wolf in de Schadewijkstraat. Daar ben ik begonnen met mijn 13e jaar gitaar spelen. En ik was niet zo'n goede zanger hoor. Maar dan zeg ik net op, de solo-gitaar deed ik graag. Vooral van de Shadows, ik had een LP van de Shadows liggen, was helemaal, vond ik prachtig. En dat doe ik nog steeds trouwens, maar ja, ook andere dingen. Maar. En toen zei Martin Wolf, de leraar, na anderhalf jaar dat ik daar de gitaar zat, want ik deed veel dingen thuis met de bandrecorder, net zo lang zitten oefenen zodat je dingen kon naspelen. Die zei, ik weet een paar jongens van jou. Eerst een paar jongens uit Os, maar die lagen we niet zo erg. Dat was meer een beetje studenten, een beetje interessant. Maar die zei, ik weet ook een paar jongens uit Bergen van jou. En dan kunnen we met z'n drieën, kunnen die Shadow dingen die allemaal spelen. En de jongen die speelt slaggitaar en de andere jongen speelt bas. Ja, dat is misschien wel iets. Het was in 1976. Ik weet zelfs de datum nog, 10 oktober. Toen hadden mijn ouders gaven een feest. Zij waren 25 jaar getrouwd en mijn vader had 40 dienstjaren bij Zwanenberg, was dat toen nog. En daar was Greenlight Express het orkest van die avond. En ik werd gevraagd of ik daar een paar liedjes mee wilde zingen, want er was er ter oren gekomen, middels de vader van de organist toen. Dat, die vonden wel dat ik eens redelijk kon zingen. Ik ging wel eens af en toe luisteren. Wij woonden bij ons thuis, woonden wij aan de Ossenweg. En dan ging ik hier door het Reut heen. En dan kwam ik hieruit bij Kees huis, dat is oude lui, een eindje verder. En dan hoor ik ze al halfweg het Reut, hoorde ik ze al. En het was me goed dat er overal goede omheining rond de wei stonden, dat er de koeien niet uit konden. Want het was af en toe waar ten hemel schreiend. Dus ik ging bij Kees naar boven, dat is de slaapkamer waar ze bezig waren. Ik zeg, zal ik eens een keer zingen?
Nee, echt niet, zei onze Mari, want jij zit niet bij ons bandje. Ik zei, ja, dan niet. Ook goed. Je had hij niet lang vol kunnen houden, dus op een gegeven moment zei ik denk Lambert of zo, dus zegt hij van, nou, laat maar eens proberen. En het eerste liedje wat ik zong was I'm Believer van de Monkees. Was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given. Uit hoeveel personen bestond de band en kun je die even voorstellen? In het begin waren we met drieën, dat was Lambert van Vliet, Marie van der Lee en ik. En toen is er korte tijd later Teun al bijgekomen, Teun van der Lee. Oké, en heb je altijd bas gespeeld of ook nog een ander instrument? Ik heb een paar jaar heb ik gitaar gespeeld in de band, maar hoofdzakelijk bas. Jij was dus de gitarist? De solo-gitarist. Maar speelde je ook nog een ander instrument? Daarna ben ik Hawaii-gitaar gaan doen en dat is daar overgestapt naar pedal steel gitaar. En dat deden maar weinig hier in de buurt. En daar ging ik heel trots op. En ik kon, voor een amusementsorkest klonk dat behoorlijk. Ik was geen topper, maar het klonk wel leuk wat ik deed. En ben je ook begonnen met een oude radio als versterker? Nou, een geluidsoversterkertje. Dat was zo'n, je had ervoor zijn werk gedaan bij ons in Magare. Ik kom eigenlijk uit Os hoor. Maar mijn zwager die had in Magare een tienerclub gehad. Een geluidsoversterkertje met zelfgemaakte speakers. Okay. En waarom ben je gitaar gaan spelen en geen ander instrument? Ik ben daarna nog saxofoon gaan doen. Maar op dat moment leek me gitaar en betaalbaar. En ja, het leek me ook wel interessant om te gaan doen. En ben je ook begonnen met een oude radio als versterker? Hou op. Een oude buizenversterker met een oude box eraan die nog van een of andere woerlietser... caféinstallatie kwam, een hoop gekraak, een hoop gepiep en zo zijn we begonnen, ja, dat klopt. En waar speelden jullie zoal? De eerste optredens waren hier in het Open Huis, ter afsluiting van het jeugdvakantiewerk. En daarna is een keer bij Merks, is een keer op een feestje, vaak zijn het feestjes van familie, hè, die dan zeggen van, we vragen die jongens van ons Marie, in dit geval, dat was mijn moeder, of we vragen de jongens van onze Theo, dat was mijn vader, en het Funderke Magare, in Ooijen, in de Schutskooi, en daarna op Sozen, dat is Fidireo in Ravestein, in Megen, in die kerkdorpen, hier, ik kan het allemaal niet, maar in ieder geval in Sozen. Jij was dus de zangeres. En voelde je wel thuis in die mannenwereld? Ja, eigenlijk best wel, want die klik die was er meteen. Ja, het was natuurlijk wel een beetje moeilijk, want ja, ik was toen, ik geloof dat ik, eens kijk, ik ben van 50 en het was, 26 was ik toen dan, zeg maar. En de jongens die waren allemaal nog wel een stuk jonger. Dus ja, en het was ook natuurlijk voor de verkeringen en dergelijke, ja, toch wel even iets anders, hè, van een vrouw bij de band en ja, maar ja, dat klikte op een gegeven moment allemaal prima en het ging leuk en... Hadden jullie ook een fanclub? Nee, maar wel een vaste schaar mensen die ons achterna kwamen. Uit Ammerzoden,
want we traden op een Amstelveen bij de Arend. En Jared Os, een verschillende vriendenklikje opgebouwd. En uit Bergen hier ook. En die kwamen regelmatig ons luisteren, maar echt fanclub. En waar werd er gerepeteerd? Van der Lee in de garage, in de Nosseweg. Jaren gezeten. Okay. Hoe zat het met het instrumentarium? Hadden jullie die zelf of werd die gehuurd? Nee, daar werkte we voor. We werkten allemaal, dus een baantje erbij. Daar werden instrumenten van gekocht. En later gewoon uit de optreden. Dus dan kreeg je inkomsten in de band. En dan dat werd toch steeds vernieuwd. En zo groeide dat. Hadden jullie veel optredens in die tijd? Ja, inderdaad. Best wel, het groeide eigenlijk. Hè? Want ik heb wel eens momentjes gehad dat ik dacht van, als ik dat had geweten, dan had ik er denk ik niet aan durven beginnen. Maar de band had al best bekendheid voordat ik erbij kwam, zeg maar. En ja, een zangeres erbij, dat geeft toch weer wat meer mogelijkheden. Plus, ze spreekt de mensen ook altijd wel aan. Dus ja, het groeide. Weet je ook wie de naam Greenlight heeft bedacht? Lambert. Okay. En waarom ben je gestopt bij Greenlight? Ik merkte dat er een bepaald kwaliteitsverlies in ging sluipen. Omdat wij gewoon te weinig tijd hadden om dingen goed voor te bereiden. Artiestenbegeleiding bijvoorbeeld, dat ging goed. Nooit geen artiest geklaagd, maar ik vond zelf dat het beter kon. Ik zeg, en dan gaan we langzaam. Dat leger, dat was al wat minder, want een hoop legerbasen zijn opgedoekt in Duitsland. Hè. Dat werd allemaal, is daar weggegaan. Nou is er helemaal niks meer in Duitsland. Of heel weinig in ieder geval. En bruiloft, heel veel mensen gingen ook voor het over naar, ja, in het begin was wel goed, maar wel duur. Ik vat een discotheek. Dat hoor ik vandaag de dag nog steeds. Hè. En ik vind, je kunt beter een iets minder muziek hebben als de beste discotheek, vind ik nog steeds. Dus ik zeg, dan gaan we de afbouw. Ja, gaan we doen. Maar na 14 dagen begon ze een keutel in te trekken. Ja, nee, ik vind het toch niks, want dan gaan we misschien te weinig verdienen. Of, nee, want ik heb pas een nieuw huis gekocht. En, ik zeg, nou ja, wat wil je dan doen met jezelf? Hij zegt, dan stop ik. Uiteindelijk ben ik 35 jaar heb ik de boekingen van de band gedaan en de administratie van de band. En ik heb de eerste 8 of 9 jaar heb ik meegespeeld, actief op het podium. En toen merkte ik dat er andere mensen waren die toch wel beter op het podium waren dan ik. En toen ben ik achter het podium gaan staan. En dat beviel me eigenlijk zeker zo goed. Hoe lang heb je bij de band gezeten? 8 jaar. Okay. En Teun was de drummer van de band en daar ging toch iets groeien en bloeien tussen ons. En die bleef bij de band en dat was vanzelfsprekend, want het is ermee begonnen. En wij wilden toch graag nog kindertjes van ons. En ja, ik zeg nou dan. Dan moet ik toch afscheid gaan nemen, want allebei altijd van huis, dat vond ik ook niet fijn, dat wilde ik niet. Ik ben in 92 al gestopt. En hoe lang had je bij de groep gezeten? Ruim 20 jaar. Waarom ben je gestopt met die band? Waarom? Waarom? Omdat, als je muziek maakt, zeker zoals wij het deden, bent altijd weg als een ander vrij is. Hè? En kinderen worden groter en... Dat was eigenlijk toch de reden om te stoppen. Wat was jullie repertoire in die tijd? Tutti frutti repertoire noem ik het altijd. In het begin waren het vooral de nummers die Lambert van Vliet, dat was de derde persoon in de band, aandraagde. Die was enorm fan van de Shadows. Dus we begonnen met het hele repertoire van de Shadows in te studeren.
En daarna is het gewoon meer commercieel geworden, hè? Muziek die op feesten en partijen toepasbaar was. Dus geen eigen werk, gewoon lekker middle of the road repertoire. En wat was jouw lievelingsmuziek in die tijd? Ik vond Creedence Clearwater Revival vond ik wel een hele leuke band. Daar heb ik ook alle LP's van. Dat is ook de enige band waar ik LP's van heb, want de rest vond ik allemaal niet zo spannend. En na het stoppen nog iets gedaan in de muziek? Ja, iets of niks. Ja. Ik heb 5 jaar een duo gehad met Antoinette. Deed wel jaren 60, 70 muziek met band, dus met dat recorder of met minidisc, afwisselend. En dan allemaal liedjes van Simon & Garfunkel, van de Beatles, maar ook Nederlandstalig. Feestmuziek ook, carnavalsmuziek, over wat bandjes voor te krijgen waren. Dat heb ik 5 jaar gedaan. Okay. Hebben we 5 jaar gedaan. Hoe lang heb je bij Greenlight gezeten? 6,5 jaar. Bijna 7 jaar. En waarom ben je gestopt? Omdat het een beetje te veel werd. Ik wil het een beetje rustiger aandoen, want ik heb een paar ongelukken en zo. Het was een zware tijd hoor. En mijn studie bij Philips heb ik gehad. Maar ja, ik deed het graag. En ik wil het gewoon een beetje rustiger aan gaan doen. I need someone's hand to lead me to the night. I need someone's arm to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, oh, I'm at an end, because I need your love so bad. I need some lips. Weet je ook nog een leuke anekdote uit die tijd? Mijn neef, Jan Boeien, hier uit Bergen, de zoon van ome Jan, dus de jonge Jan, die had een fietsenzaak en die had een Taunusbusje. En dat mochten wij altijd hebben als we moesten speulen. Maar ik belde als smiddags van, ik zeg Jan, denk eraan dat als pap die komt straks het busje halen. Dus ook die zaterdag denk dat het geweest is. Och jongen. Dat kwam slecht uit, hij stuk het pot. Maar wij moesten toch naar de bergplaats. Dus een aanhanger gevat, geen dubbel, gewoon een enkel asserwammen. Ergens geleend, volgelooien, het vloerkleed uit de garage. Waar we normaal op zaten, was, trok het in de winter dan een beetje te kou op. Het niet. Eroverheen, want daar was dan meteen voor op het podium de matten dat niet alles wegschoof. En zo hebben wij duwend van de Osserweg, ja het is geen wereldafstand, daar gaat het niet over, maar duwend. Helemaal zo naar de bergplaats, dat was toen het open huis, hè, de bergplaats nou in nou is geduwd hier aan. Dat was, ja, dat vond ik wel wat minder, maar ja goed, het is niet anders. Oh, we hebben zoveel gehad, anekdotes. Ja, leuke anekdotes, pot voor 3 dubbeltjes. Daar overvalt mij eigenlijk een beetje mee. Ja, wat andere dingen, ja, de anekdotes, wat zijn dit? Ze hebben gewoon lol gemaakt met elkaar en fijne muziek gemaakt. We moesten, als we in Zuid-Laren bijvoorbeeld een optreden hadden, dan werkten we 2 dagen. Nou ja, dan moesten we daar slapen, maar ze hebben het ook een paar keer geflikt. Dan vulden ze ballonnen met water, die hingen ze boven de deur op, bij mijn slaapkamer. En ik kreeg die hele lading water over mijn kop. Ja, dat soort dingen, daar haalden ze uit. Maar ja, dat is toch geweldig, mooi hè? Oh, misschien wel, ja. Ik speel basgitaar en basnaren, ja, die zijn duur. Dus we moeten zuinig zijn. Dus als je een beetje mat begon te klinken, dan van de gitaar afgehaald, uitgekookt in de soda en weer erop. En dan waren ze weer als nieuw. We konden weer een tijdje tegen. Hoe denk je terug aan die tijd? Met plezier, maar ik zou het nou niet meer doen.
ik vond het toen leuk om het meegemaakt te hebben, zonder meer. Ik heb er veel lol in gehad, maar ik zou niet op die manier nog eens door zijn willen gaan. Daar ben ik toen ook de tijd mee gestopt, denk ik. Want ik maak er steeds meer plezier in muziek. Mooi, kom nooit meer terug. Nee, kom nooit meer terug. Trouwens, alles, hoe lang ik... Ik heb natuurlijk na Greenlight 5 jaar met mijn vrouw, toen 5 jaar met 2 oud-collega's nog van Greenlight gespeeld. En toen nog 12 jaar als duo, idem dito, met Jan Kersen. En die tijd komt gewoon helemaal, die komt helemaal niet meer terug. Mooi, dat was een mooie tijd. Ja, ja, het was in het begin pionieren en altijd ermee bezig zijn. En, maar ja, dan krijg je steeds meer succes. En Greenlight Express, dat was toch toen de tijd een behoorlijke naam, hadden wij door het hele land heen. Dus ja, dat was mooi. Nou, hartstikke mooi. Ik zou hem voor geen goud van de wereld hebben willen missen. Ontzettend leuk, druk. In onze hoogtijdagen speelden we 180 tot 200 optredens. En naast een normale werkbaan erbij is dat best heftig. En als ik dan nou af en toe mensen hoor van ik heb het druk, dan denk ik, jongens, waar gaat het over? Oké, dankjewel. Graag gedaan. Heiko. Meneer Heiko is het hier, hè? Ja, dat zeggen ze. Maar voor mij is Heiko prima. Wat is er hier allemaal te doen vanmiddag? We hebben de proloog gehouden. Nou, wat is de proloog? Elk jaar houden wij natuurlijk een kampweek, hè? De jeugdweek, voor de kinderen van de basisschool. En dat willen we dit jaar ook weer doen. En bij de proloog laten we altijd een stukje van het verhaal zien, zodat de kinderen al een idee hebben wat het verhaal wordt tijdens het kamp. En dat is ook het moment waarop ouders hun kinderen kunnen opgeven om mee te doen in de bossen. We vragen ons allemaal af, wat is dit? Ik zal eens even gaan kijken wat erin zit. Goud? Goud? Ook geen goud. Hey, daar steekt groen, boven de grot uit. Groen? Hallo daar, okay. In de grot. Hallo. Wat? Wie? Hallo, wie bent u? Wie? Hallo. Wat? Oh, en alle hoi. Kinderen, wij vragen ons allemaal af waarom die pot hier staat en wie u bent. Hoi. Ik ben een beetje verlegen. Ik ben Dobby de dwerg. Ik ben, een dwerg. En een dwerg die staat altijd aan het einde van de regenboog met de pot. Dobby, je zat in een pot verstopt. Ja, ik zat in een pot verstopt. Ja, waarom? Ik was aan het zoeken naar de kleuren. Naar het goud, naar de kleuren, eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Maar alle kleuren zijn verdwenen.
En ik denk dat Grauwe Grijnzer, dat is dat was een man die kwam ineens aanlopen en die heeft gewoon alle kleuren meegenomen. Dat is wel een probleem, toch? Ja, dat is echt een heel groot probleem. Want nu is ons dorp zwart, wit en grijs. Maar straks wordt het verspreid over heel de wereld. Ook over Ravenstein. Dan verdwijnen ook de kleuren in Ravenstein. En denk je dat jullie daar nog iets aan kunnen doen dan? Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat de kinderen ons heel goed kunnen helpen tijdens de jeugdweek. We hebben echt hun hulp nodig. Want zonder kleuren is het leven echt maar grijs, saai, zwart en donker. Ja. In de bossen, hè, dit jaar? Ja, vorig jaar hebben we dat niet kunnen doen vanwege corona. En dit jaar, na lang wikken en wegen en goed overleg met de gemeente, tot de conclusie gekomen dat het kan. Wel onder bepaalde voorwaarden. We moeten ons natuurlijk nog wel een beetje aanpassen vanwege het virus. Maar het gaat goed komen. We gaan inderdaad eindelijk weer naar de bossen. Heb je genoeg leiding? Of dat weet je nu nog misschien niet? Dat weten we nu nog niet, want eigenlijk is het opgeven van de leiding is tegelijk met het opgeven van de kinderen. Maar ik kan wel zeggen dat wij altijd alle hulp kunnen gebruiken. We weten dat het qua schoolvakanties voor de jongeren ongunstig valt. Er zijn er al een heel aantal alweer naar school, terwijl wij onze kampweek nog hebben. Dus ja, leiding is van harte welkom, dus geef je vooral op. We zijn heel erg geholpen als iemand natuurlijk 4 dagen leiding kan zijn, maar 1, 2 of 3 dagen... Komt allemaal goed, dat zou heel fijn zijn. En er was ook een pot met goud? Ja, er was ook een pot met goud, want natuurlijk aan het einde van de regenboog staat de pot met goud. Maar de pot met goud is niet goud, hij is zwart. Dus ik hoop dat als we alle kleuren van de regenboog terugvinden, dat dan ook het goud eigenlijk terugkomt van de pot. Nou is het ieder jaar nog goed gekomen, hè? Dus waarschijnlijk met heel veel hulp, denk ik. Nou ja, ik denk vooral met de hulp van de kinderen dat het uiteindelijk goed moet komen, maar ik weet niet hoe we dit gaan doen. Ik hoop dat de kinderen ons heel goed kunnen helpen. Ja, dat zal wel goed komen, denk ik, hè? Ja, ik hoop het. Ik heb misschien wel een idee voor jullie. Misschien kunnen we met z'n allen dan gaan zoeken naar de kleuren. Alleen het goud zoeken, dat is ook veel te veel spreid misschien. Als we nou eens op zoek gaan naar de kleuren en alle kleuren weer bij elkaar brengen, zodat we een regenboog gaan maken. Ja. Ik denk ook dat die gemeenerik die pot met goud never nooit teruggeeft. Die gaat heen, nooit. Maar als we inderdaad de kleuren nou gaan zoeken, want als we de kleuren hebben, dan komt het goud terug. Kunnen we dat afspreken, kinderen? Willen jullie ons daarmee gaan helpen? Jullie helpen met het... Wauw, volgens mij hebben we heel veel hulp. En kunnen jullie ons dan helpen misschien in de week van 30 augustus om alle kleuren terug te gaan zoeken? Gaan jullie 30 augustus mee op kamp om te zoeken naar de kleuren? Ja! Ah jongens, hey, gaan jullie mee? Dat bedoel ik. We hebben het dan net gehoord, het gaat dit jaar over kleuren, het thema. Moeten kinderen nog iets speciaals doen? Moeten ze speciale kleding aan als ze komen? Zijn daar nog eisen voor? Nee, er zijn geen eisen voor. Het is inderdaad zo, heb ik net in het verhaal begrepen, dat alle kleuren in het dorp zijn verdwenen waar wij naartoe gaan. Dus er zijn geen kleuren. Ja, nou, dan is het natuurlijk heel leuk als iedereen in het wit komt, of in het grijs, of in het zwart. Maar het moet niet. Maar het is wel leuk, ja. Kinderen die nu hier vanmiddag niet aanwezig zijn, kunnen die zich alsnog opgeven? Ja, wij hebben sinds vorig jaar werken we met digitale inschrijving. De kinderen hebben allemaal op school ook een brief gekregen met een QR-code. Maar ook op de website van Jeugdwerk is het terug te vinden hoe je je op kunt geven. Dat kan allemaal digitaal, betaling kan online. En daar hebben ze nog een week de tijd voor, tot 9 juli. Okay. Dus 9 juli en dan is het afgelopen met opgeven? Ja, nou in zoverre, ik wil niet zeggen dat het echt helemaal niet meer kan, maar vanaf 9 juli worden groepjes ingedeeld. En kinderen kunnen een beetje voorkeur aangeven qua groepsindeling en dat houdt na 9 juli wel op, want dan worden de groepjes ingedeeld en dan wordt dat wel lastiger. Wanneer was het ook weer? Het is de week van 30 augustus en dan 4 dagen gaan we weer helemaal op zoek naar alle kleuren. En in het bos, hè? En in het bos, dat is het belangrijkste.
zeg maar. Alle spelletjes, ja, dat is zeker leuk. En hier? Ook spelletjes, ja, al die spelletjes zijn gewoon geweldig leuk. Wie heeft er nog iets anders dan spelletjes waar hij zin in heeft? Weet je het even niet meer. Hutten bouwen misschien? Wie heeft er zin om weer een hut te bouwen? Ja. En wie heeft er zin om weer van de glijbaan het zwembad in te duiken? Ja, dat is echt superleuk. Wie heeft er zin in weer een spannend verhaal? Ja. Dankjewel. Doei. Beste kijkers, we zijn te gast in Kent. En ik vraag meteen aan William, hoe heet het hier eigenlijk, William? Hoe heet het hier? Dit is Terras Kent. En ja, Terras Atelier Kent. Maar Terras Kent is te vinden op internet. We hebben een eigen website. Eigen website, Terras Kent. En naast me zitten vier in mijn ogen nog jonge lui natuurlijk. En ik begin met degene rechts naast me, William de Klein. Ja, William, hoe is je zo gekomen? Ben je terechtgekomen? We kennen jou als WW, hè? Waterschaps William. Ja, oh. En dat is eraf, of niet? Ja, 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 ja. Nee, het leven gaat verder. Hè. Er zijn een paar mooie stappen gezet, in ieder geval voor mij. Maar ja, de aanleiding dat dit gebeurde is dat mijn vader op 6 september vorig jaar een herseninfarct heeft gehad. En hij is daar gelukkig weer heel goed van opgekrabbeld. En hij verblijft nu in het Katrienhof. In Graven, een paradijs op aarde voor hem. Want hij is echt een mensenmens en hij kan daar buurten en koffie drinken en alle activiteiten doet hij mee. Maar het verraste ons wel toen deze locatie ook plotseling vrij kwam. En ja, we vonden het veel te belangrijk om ja, dit eigenlijk toch voor te zetten. En, maar ja, het komt er wel bij, zeg maar. Dus om het te behappen, zeg maar, hebben we afgesproken van nou, gaan we met twee gezinnen, gaan we om de week gaan wij het terras draaien. En we zijn altijd open van 10 tot 5, behalve op maandag, dan zijn we gesloten. Behalve op maandag. Ja. Ja, dat heeft toch een hoop voeten in de aarde, want je krijgt ander werk. Het vergt een heel andere blik op je leven. Er zit natuurlijk een financiële kant aan. En daar zijn jullie allemaal uitgekomen, ja, neem ik natuurlijk aan, maar was dat moeilijk? Nou, weet je... Volgens mij de grootste fout die je kan maken, zeg maar, is om bij dit soort grote beslissingen overhaast een besluit te nemen. En we hebben daarom ook gezegd van, goh, dit jaar, hè, tot oktober, deze zomer, gaan we dat doen. Dan kunnen we ook ervaren van of het, ja, gewoon met z'n allen, met de gezinnen, hè, of het leuk is en of het ingepast kan worden. En daarna, zeg maar, als je dat weet, hè, want het moet wel een, het is, ja, dit terras is geen kostwinning. Is het zo van als dat een onderdeel is van je leven en je kan het ingepast krijgen en andere dingen een plekje geven. Nou, dan kunnen we met elkaar ook het gesprek aangaan, wetende welke zijdes er allemaal aan zitten. En kan je ook, zeg maar, hè, je moet het ook naar elkaar toe netjes regelen, dat we daar een keuze in kunnen maken hoe we dit verder voortzetten. Ja. Hè, dat kan samen zijn, maar het kan ook zijn dat een van ons tweeën daarin springt en hier een toekomst aan geeft. Oké. Ja, ik ga even naar je buurvrouw, want er zitten, behalve het bedienen wat iedereen ziet en doet, zitten er natuurlijk veel meer punten aan. Hoe kom je aan de spullen, hoe hou je ze koud, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Ja, we houden nog steeds het lekkere appeltaartje van Wim natuurlijk. Hetzelfde concept.
En die wordt nu steeds lekker voor ons gemaakt. Dus dat is onze, onze presentatie echt. En gewoon een lekker kopje koffie, thee, soep. Maar hier binnen zijn er nog voorzieningen veranderd? Want je moet spullen koud houden, je moet spullen opslaan, bederfelijkheid, ik noem maar wat. Ja, we hebben lekkere koelkast, houden we goed koud en we hebben een diepvries. Dus dat gaat allemaal goed. Ja, hebben er wel een paar bij gezet. Ja, we hebben twee koelkasten erbij gezet. Ja. Ja, we hebben wel het een en ander veranderd, zeg maar. Ja, maar de dingen gewoon koud houden en koel houden, dat gaat gewoon helemaal goed. Maar we hebben wel een museumpje veranderd. En de inrichting verandert, het huis verandert, niet verandert. Kijk, veranderen is een beetje algemeen. Wat is noem eens iets concreets wat in het museum weer veranderd is. Alle dingen die zijn bewaard gebleven. Ja. Wim vond het belangrijk dat ze gewoon niet weggingen. Dat hebben we ook niet gedaan, maar we hebben ze anders geordend. We hebben er echt een museum van gemaakt. Dus ook stijlen bij elkaar gezet, zeg maar. Goed, dan ga ik even naar de volgende buurvrouw. Ja, het woord museum is gevallen. En als ik museum zeg, dan denk ik aan een gids en een rondleiding en zo. Doen jullie dat? Nou, wij kunnen er niet zoals Wim dat deed. Want Wim had bij ieder voorwerp wat er binnen stond, had hij een verhaal. Van wie hij het had gekregen, waar het was gevonden. Nou, dat weten wij niet allemaal. Maar als je hier al een aantal maanden rondloopt. Heel veel vaste bezoekers weten wel een verhaal te vertellen bij de spullen die er staan. Dus je hoort ook van de vaste bezoekers, zeg maar, wat het verhaal achter bepaalde spullen is. Dus we proberen in ieder geval zo goed mogelijk in ieder geval het verhaal van Keen te vertellen over het vliegveld wat hier heeft gelegen. Dus we proberen wel zo goed mogelijk ons verhaal te vertellen zoals Wim dat ook deed. Ja, dat lijkt me heel loffelijk, want we kennen allemaal Wim natuurlijk. Ja, Pieter, een van de dingen om ik noem het maar even een kroeg of een terras wat in stand te houden, is de wijze van reclame de mensen binnen te krijgen. Wat doe je eraan? Nou ja, reclame. Het is, mijn vader die heeft natuurlijk in de loop van de tijd een klantenkring opgebouwd. En Keent is hier natuurlijk een natuurgebied in ontwikkeling. En dat trekt al heel veel dagjes mensen die hier graag willen gaan fietsen en willen wandelen. En op het moment als ze een vol terras zien, dat is al meteen alweer uitnodigend om daar ook weer te gaan zitten. Om een hapje of een drankje te pakken. Ja, het volle terras zien snap ik. Maar als ik Keent inkom. En ik ben hier niet bekend, dan weet ik niet dat dat kan. Moet er niet iets bij de ingang komen? Dat is, dat zit inderdaad nog in ieder geval in onze planning om bordjes op de Maasdijk te gaan plaatsen. Ja. Dat we inderdaad weten van hé, er is hier een gelegenheid om in ieder geval een drankje te nuttigen. Oké. Kan er mooi naartoe leven, hè? Ja, dat is het vaak. Hè. Het verlangen is groter dan het genot. Hè. Nou, het genot is hier ook heel goed, hoor. Ja. Maar en dan ben je met z'n vieren en dan kunnen we met z'n vieren allemaal hetzelfde werk doen. Maar ik neem aan dat er een soort verdeling is. Dat niet iedereen elkaar voor de voeten loopt. Noem de hoofdtaken eens, William. Nou, we hebben in ieder geval die verdeling in die 2 weken. En dan is het wel zo dat we daar ook wel allrounder in zijn geworden ondertussen. En wij wisselen af, zeg maar, dat we gewoon bij dagen gewoon voor op het terras draaien. En Helma die maakt, en Ilse ook, zeg maar, jullie maken lekker de soep, zeg maar, dat soort dingen. Daar moet je aan de specialisten overlaten. En ik kan hem net zo goed opdienen als een ander en die verhalen ook overdragen. Dus de contacten bijvoorbeeld met leveranciers, dat hebben jullie niet gespecialiseerd. Iedereen belt. Nou, we hebben natuurlijk zeg maar, de aanvoerlijnen van ons pa overgekregen. Dus, en een vertrouwd concept moet je niet gaan veranderen. Dus de appeltaart en de koffie, zeg maar, die kunnen we dan nog steeds betrekken. Verder zeg maar, is het gewoon goede cola, Sina, 7-Up, fris, verse jus, zeg maar. Die we gewoon ook bij supermarkten zeg maar, kunnen aanschaffen. Het is zo, omdat we het om de week doen. De ene week zijn Helma en William er, de andere week ben ik er. En het weekend met hulp van Pieter. En we zorgen voor onze eigen boodschappen in die weken, zeg maar. En we hebben wel afspraken gemaakt dat de kwaliteit hetzelfde is. Ja. Dus dat we wel allebei dezelfde soorten sinaas en cola hebben. Dat er voor de mensen die op het terras zijn hetzelfde is. En verder zorgen wij zelf voor onze bevoorrading. Oké, lijkt me duidelijk. Ja, dan toen ik hier ging zitten, wat trof mij? Kersen van het platteland, hè?
Staan die hier ter servering of plukken die zelf? Wat? Ja, vertel eens. Ja. Nee, maar goed, hè, dat is Keens ten voeten uit. Hier tegenover, zeg maar, daar staan een paar mooie kersenbomen, ooit geplaatst door Brabants Landschap. Echte oude Nederlandse rassen. En hierachter staat ook een kersenboom. En het is een wedstrijd, zeg maar, tussen de mens en de dier, zeg maar, hier. En deze die heb ik gisterochtend nog kunnen plukken en toen hing de boom ramvol. Het is als bessen hingen ze eraan. En gistermiddag, toen waren Helma en ik, zeg maar, hier met de afsluiting, en toen zagen we een aantal zwermen spreeuwen komen. En het is nu, zeg maar, met de loep zoeken of er nog eentje rijp is. Maar hoe mooi is het, zeg maar, om dan die kersen, zeg maar, hier gewoon op het terras te zetten. En te delen met de gasten, met het verhaal van die bomen. Dus gisteren hebben we ons even verwonderd op plekken, zeg maar, daar kon je zien dat ze in goede smaak vielen, want de pitten blijven achter. Dus maar dit is ook weer typische Brabantse gastvrijheid. Ja, nou het over dieren hebben, ik ga even hier naartoe. Ja. Een van de bekendste dieren is inmiddels hier de das geworden, hè? Dit is een centrum van dassen in Keent. Ja. Hebben jullie er ook mee van doen? Zie je ze wel eens? Vertel eens. Nee, ik zie ze niet, het zijn nachtdieren, ja. Maar de burchten kun je wel hier mooi bekijken. En Wim heeft ook nog wat een das in het huis staan. Er staat nog een opgezette das. Nee, maar ik heb ze zelf nog nooit in het echt gezien, maar ik weet wel dat ze er zitten. Ja. Ja. Ja, nou zijn de appelbomen aangepoot daar voor de dassen, maar tot mijn verbazing zijn die weer met een hekwerk afgesloten, de weiland. Dus, dat lijkt me niet het allerslimste, maar goed, dat is jullie zaak niet. Nee, dat klopt. Nee, maar die dassen kunnen er wel komen. Wij gaan weg, en, want zij vinden het hier saai. Oh, nou, ik zou dit er even uitknippen. Ja, je hebt het er wel even in beeld. Hè? Ja, dankjewel, Tante Dorrie. Ja, dankjewel. Voor deze voor de kijkers, dit is Tante Dorrie. Ja, rechtstreeks in de uitzending op Nederland 1. Ja, de zus van Wim. Die komt vertellen dat hier saai is voor kinderen. Nou, dankjewel. En dit zijn al mijn neven en nichten, mijn petekind, daar staan. Jij niet? Ik heb het maar tot jullie basisschool een beetje bijgehouden en toen nooit meer van. Ja, daar hoorde ik dat mis is gegaan, Willem. Nou, dan niet voor de christelijke gaan wij ook eens fietsen en dan komen we eens kijken waar jullie allemaal wonen. Ja. Dat is goed. Heb ik ook niet meer bijgehouden. Nee, wonderlijk. Zo zie je maar weer wat het weer doet. Dat wil ik. Goed zo, jongens. Veel plezier allemaal. Koffie staat klaar als je langskomt. Wat? De koffie staat klaar als je langskomt. Ja, dat weet ik. Ja, maar wij gaan nou door. Is goed. Houdoe. Hey, houdoe. Nou ja, die fiets op laden, die hulp en toeristen, zoals je zei, die zit in ons allemaal, denk ik. Een tijd geleden kwam er hier een fietser en het stond te regenen. En die moest eigenlijk nog een stuk verder fietsen. Die was met de Maasroute volgens mij bezig. En die was op zoek naar die moest een stuk verder fietsen voor een camping. En William was hier en ik was hier. En William zei, ja, we hebben het huis hier ook nog een kamer vrij. Dus als je wil, mag je ook wel hier een kamer in het huis. Nou, daar heeft hij uiteindelijk aangenomen. Was hij heel blij mee. Gewoon het feit dat ze zeggen van, nou ja, het huis is leeg. Je kunt hier gerust slapen als je wil. Kleine vergoeding. En daar was hij echt heel erg blij mee. En dat, ik denk dat dat ook een beetje is waar wij en waar Wim voor stond. Gewoon die gastvrijheid. Ja. En als je mensen op die manier kunt helpen, is het alleen maar mooi. Ja. Nou, zojuist had het gesproken over de das. Nou, die is in Keent hier te zien. Mijn pa heeft een aantal opgezette dieren hier tentoongesteld en die hebben wij hier laag neergezet, zodat vooral kinderen een eerste indruk hebben over hoe een vos of een das of wat andere dieren eruit zien. Over schuurdeel hebben we ook een tentoonstellingsruimte waarin over een aantal dingen het verhaal verteld wordt. De geschiedenis van Keent en alles wat daar gebeurde met water kan daar natuurlijk niet ontbreken. Wat hier onder andere, zeg maar, in Keent tentoongesteld is een oude vliegtuigmotor. Die is geborgen bij de natuurontwikkeling. En wat natuurlijk heel mooi is voor het verhaal, is dat op 2 oktober 1944 het klokje van de vliegenier, een Canadees Ruskill, precies op 11:45 is stil komen staan. Dat is een tragisch moment natuurlijk en hier echt mee vastgelegd. Nou, zoals Keent van oudsher bekend was vanwege de waterproblematiek, de geïsoleerdheid, net als Itteren en Borgharen, is nu langzaam maar zeker het accent komen te liggen op natuur. En ook hier wordt het verhaal verteld, dat doen ze hiernaast ook bij Brabants Landschap, over de doelsoorten, de ontwikkeling, herontwikkeling van Keent.
Nou, wat je hier ziet, zeg maar, is een stukje met herinneringen aan de oorlogsdagen. Er staat een vliegtuigmotor opgesteld. Er is informatie te vinden over verzetsheld Piet Hoekman. Er zijn ook wat oude bonnenboekjes en allerlei achtergronden. Kom rustig kijken om daar meer over te lezen. Het boek van Wim Boeien is hier ook in te zien, die dat heel mooi vanuit de streek heeft beschreven met interviews van mensen hier uit de omgeving. Nou, hier zie je in dit beeld zie je de bedachte ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van Keens zoals dat nu is met haar waterpartijen. Ondertussen, zeg maar, is de natuur wel wat fermer, zeg maar, met de vorming. Hier wordt volop gewerkt in de keuken, ondersteuning vanuit het gezin. En een lekkere tosti gemaakt. En Jochem is natuurlijk ook nog even zorgen dat alle kopjes en schoteltjes netjes gepoetst zijn. Terras Keent is de plek van de onontdekte verrassingen. Ja, Ilse, net aan tafel hadden we het erover. Er is ook het een en ander in het huis veranderd. En dat bleef een beetje hangen. En ik word natuurlijk nieuwsgierig. En wat is hier nou aan dit huis veranderd? Nou, dit was natuurlijk het woonhuis van Wim. Ja. En omdat Wim hier niet meer kan wonen, omdat hij voor zijn graven zit, zeiden we, wat gaan we met dat huis doen? Wij hebben allemaal ons eigen huis, dus om hier te gaan wonen, dat was eigenlijk niet het idee. En zeiden we, nou ja, om het leeg te laten staan, dan leidt zo'n huis veel te veel. Dus hebben we bedacht om het te kunnen verhuren als vakantiewoning. Dus niet voor een langere tijd, maar puur als vakantiewoning, om mensen de mogelijkheid te geven om hier in het natuurgebied te kunnen recreëren, te genieten van de rust. En het is een gewoon volledig huis, zeg maar. Dus we hebben 4 slaapkamers, een grote woonkeuken, een woonkamer, 2 douches, 3 wc's zelfs. Dus alle ruimte, zeg maar, om met 6 tot 8 personen hier in het huis te kunnen verblijven. Ja, en mensen kunnen gewoon boeken via jullie website? Via onze website. Hij staat ook op natuurhuisje.nl. Dat is ook zo'n site, voornamelijk voor huizen. Stukje van ons. Oké, lijkt me een goeie. Ilse? Ja, nou ja, wij hebben rust en ruimte en gezelligheid en de Brabantse gastvrijheid voor alle leeftijden eigenlijk. Ook voor kleine kinderen. We hebben onze kaart uitgebreid, dus je kunt er zelfs een lekkere lunch genieten. Niet heel uitgebreid, maar wel lekker. Dat is het enige wat zeker is. Dus iedereen van harte welkom. Ja, Ilse, gooi er wel een schepje op. Ja, dan wordt het moeilijk voor je. Ik vind het heel moeilijk voor, hè? Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen die hier komen het naar hun zin hebben. En dat proberen wij te doen, gewoon lekker gezellig, laagdrempelig. Kom lekker langs, iedereen is welkom. Oké, wil je maar weten dat iedereen welkom is, dat hier lekker is? Ja. En nou mag jij nou de allerlaatste uitsmijter zelf bedenken. Ja, nou, wat ik wil zeggen is van gemeente Os en al haar kernen is zo ontzettend mooi. En misschien dat corona, zeg maar, wel een keerzijde heeft, dat mensen, zeg maar, de nabijheid heeft leren ontmoeten. Keent is een van die, en dan meest oostelijke pareltje van Os. Er zijn hier ontzettend mooie fiets- en wandelroutes. Hè. De Walk of Wisdom komt hier langs vanuit de Stevenskerk in Nijmegen. De kloosterroute komt hier langs, de fietsroute van de Maas, van Bron tot Monding. Mensen, kom. Os, Ravenstein, Keent ontdekken. En vergeet ons niet om voor de welbekende appeltaart en koffie. Herpen. Het dorp in Noord-Brabant, tussen Os en Ravenstein, telt plus minus 2900 inwoners. Natuurlijk heeft ook Herpen een kerk, en wel de Rooms-Katholieke Sebastianuskerk. De kerk is gewijd aan de heilige Sebastiaan en is in 1965 rijksmonument geworden. Dag meneer Hoendertmark. Hallo. We staan hier bij de kerk van Sint Sebastianus in Herpen. En ik heb natuurlijk me ingelezen en zo, maar daar kwam ik een foto tegen. En dan zag ik dat hij heel veel leek op de kerk van Dennenburg. Toren,
hoog koor en daartussenin een laag dak. En dat leek op een zaalkerkje. Is dat bij deze kerk ook waarschijnlijk zo geweest? Dat klopt. Het vermoeden is dat op de historische foto die aan het eind van de 19e eeuw gemaakt is, vlak voor de grote verbouwing waardoor de kerk zijn huidige vorm heeft gekregen, is duidelijk te zien dat er sprake is van een laag middenschip. En het vermoeden is dat in de kern van dat middenschip dat daar nog het Romaanse zaalkerkje zit. Helaas is dat nooit onderzocht verder toen men de boel heeft gesloopt voor de bouw van het huidige schip wat we nu hebben. Dag meneer Buters. We staan hier nu in de Sint-Sebastianuskerk in Herpen met een prachtig interieur. En nu wou ik eens vragen, na de restauratie van 1907 is er veel veranderd. Onder andere het hoofdaltaar. Wat kunt u daarover vertellen? Het hoofdaltaar is van kalkzandsteen, is uit 1907. En heeft ook een mooie tabernakel. Aan de zijkant de vier bisschoppen. En heeft ook pinakels. Heeft in de midden het lam gods natuurlijk. Oh ja, het laatste avondmaal natuurlijk. Je ziet daar Jezus in de midden. En je ziet daar helemaal in de zijkant Judas, die hem gaat verraden. En meer kan ik er eigenlijk niet over vertellen. De Sebastianuskerk is gigantisch groot en is aan de buitenkant verstevigd met zeer veel steunweer. Ook alle versieringen aan de buitenkant zijn zeer de moeite waard om te bekijken. Dan hebben we dan het koor, dat al heel oud is. Hè? Dan zien we daar zo'n grote balk. En daarbovenop zien we dan nog zo'n soort kalvariegroep. Is die oude balk nog uit de originele tijd? Nee, die balk is er in 1920 ongeveer ingezet. De originele staat onder de toren. En de kalvariegroep die hier zit is dus een kopie van het origineel hieronder in de toren. Maar ik bedoel die balk. Is die balk origineel van de vroegere tijd? Nee, want voor die tijd kon dat niet. Hè? Want dit was dicht natuurlijk. Hè? Dat bovenste stuk. Oh. De kerk die is verbouwd. En daar was eind 1800 een blikseminslag. Is dat de reden geweest van de verbouwing? Dat klopt. De blikseminslag die heeft de torenspits verwoest. En dat vormde de aangelegenheid om tot een grote neogotische verbouwing over te gaan. Dus men heeft niet alleen de torenspits hersteld in zijn oorspronkelijke vormgeving, maar men had het idee dat het kerkgebouw in de middeleeuwen nooit was afgebouwd. En men heeft het idee opgevat om het lage middenschip te slopen en te vervangen voor een hoog neogotisch schip dat aansluit op het middeleeuwse koor, met het idee dat men dan het ideaal ontwerp van de kerk zou bereiken. Dan hebben we in het koor prachtige glas- en loodramen. En ik heb gelezen dat dat een verbinding is met het Oude en het Nieuwe Testament. Kun je daar wat over vertellen? Want dat vind ik heel bijzonder. Ja, die glazen loodramen onder heb je afbeeldingen van het Oude Testament. En boven van het Nieuwe Testament, noemen ze een typologie. Onder zie je dus de afbeelding van Mozes, die in het biezenmandje gevonden wordt. En boven heb je Jezus die geboren wordt. En dat noemen ze een verwantschap met tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ja, het nieuwe leven. Ja. Ja, dat klopt. Ja, die andere ramen hebben dat allemaal ook. Dat ja, is toch die wel hebben heel dat bijzonder. Precies hetzelfde. Ja. Ja. Klopt.
In de 19e eeuw is er een enorme opleving in de bouwkunst in Nederland. En dat heeft te maken met het herstel van het katholieke gezag, of in ieder geval de katholieke kerk. Deze kerk die doet dan mee in de modebeeld om ook een mooier, groter gebouw te creëren dan wat er staat op dat moment. Ja, ja. Maar nou is het bijzondere aan deze kerk ook de toren en dan het koor. En het tussenstuk is eigenlijk nieuw. En de uiteinden die zijn heel oud. Uit 1400 daar ergens, heb ik begrepen. De toren en het koor die zijn in late 15e, vroege 16e eeuw gebouwd. In het koor boven de gewelven bevinden zich nog de oude moerbalken waarop in de middeleeuwen de middeleeuwse kap heeft gestaan. Die balken zijn dendrochronologisch gedateerd en hebben een kapdatum van het hout opgeleverd 1507. En daarmee heb je dan het bouwdatum van het koor te pakken. En vervolgens ga je kijken naar baksteenformaten. Met welke baksteenformaten is het koor gemetseld? Met welke baksteenformaten is de toren gemetseld? En die zijn exact hetzelfde. En dan kun je niet anders oordelen dat koor en toren even oud zijn. Ja. In de zijbeuken hebben we ook nog glas en lood, maar dat ziet er heel anders uit. Ja, die is ook van latere datering, die zijn van de jaren 60. Oké. Okay. Die zijn van Max Wijs. Ja, ja. En daar zijn gewoon bijbelfragmenten zoals de verloren zoon en de heilige familie, die worden daarin afgebeeld. Ja, oké. Okay. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de doopkapel, die zijn ook van Max Wijs. En dat is de Maria-verering. Ja, en die voor in het koor, die zijn die van Nicolaas uit Roermond? Die zijn van Nicolaas, ja, uit Roermond. Oké. Okay. Ja, die heeft toch heel wat achtergelaten in de kerken hier in de buurt, hè? Ja, die zijn allemaal uit 1908. Ja, ja, ja. Dan hebben we nog iets heel bijzonders ook, want voor in het koor zie je dus dat prachtige plafond. En dan komen daar van die soort pilaren naar beneden en daaronder zitten kopjes, kraagstenen noemen ze dat. Wat is daarmee? Nou ja, ik heb begrepen dat die komen uit, dit was vroeger onderdeel van Kleef. En daar was het gebruikelijk dat dat op die manier gebeurde. Dus die kraagstenen, dat is typisch iets van de Kleefse tijd. Ja, dat zijn de onderkanten, die zijn dan mooi versierd. Ja, dat zijn ja. Vrouwen, narren en al de... En engeltjes, en engeltjes, ja. De kraagstenen uit de oude kerk zijn zeer fraai hergebruikt. Totaal zijn er 8 herplaatst. De kerk heeft een zeer hoog plafond met een prachtige uitstraling. Vooral het priesterkoorplafond. Ja, er stond dus een Romaans zaalkerkje. Dat Romaanse zaalkerkje is in de vroege 16e eeuw dus uitgebreid door een heel mooi gotisch koor. Ontzettend hoog. Ja. En een nieuwe gotische toren. Ja. En tegelijkertijd heeft men tegen de zijgevels van het zaalkerkje 2 transepten gebouwd. Waardoor de kerk dus plattegrond van een kruis kreeg. Dat was ook wel weer heel bijzonder. Zeer zeker. Het geeft aan dat dit niet zomaar een dorpskerkje was. Je moet ermee rekening houden dat dit toch wel de moederkerk was van de familie van Kleve Ravenstein. De adellijke familie die in Ravenstein zijn kasteel hebben, maar zijn oorsprong hier in Herpen hadden. En ze hebben zich altijd geconformeerd aan deze kerk. Dus als er iets speelde of iets was, dan was het die familie die dan ook geld stak in deze kerk en waarschijnlijk ook de verbouwingen gefinancierd heeft. Dan zie ik voor ook nog spaarnissen in de muur. Waar zijn die dan voor? Ja, vroeger werd de mis op het hoofdaltaar opgedragen en dan moest de pastoor zijn handen wassen.
En dan had je daar een kan en dan kon hij zijn handen wassen en het water liep zo weg naar de straat toe. Oh, naar buiten toe. Ja. En die drie kleine nisjes is voor de ampullen of de kaarsen? Ja, daar zaten de ampullen of de kaarsen. Of ja. In de 16e eeuw, toen men het nieuwe gotische koor gebouwd heeft, heeft men het overwelfd. En tegelijkertijd, toen de gewelven klaar waren, heeft men een hele mooie, rijke gewelfschildering laten aanbrengen. Eentje die zo rijk is, die je normaliter in kerken zoals de Sint-Jan van 's-Hertogenbosch zou verwachten, maar niet in een dorpkerk zoals Herpen. En dat zegt ook weer iets over de financiering van deze kerk door de familie van Ravenstein. Ja. Ja, het is heel rijk versierd. Ja. Prachtig is het. Ja. Is dit nog de originele? Dus de originele, maar dan sterk gerestaureerd. Ja, ja. Ja, natuurlijk, want het zit er al heel lang, hè? Ja, het zit er al, zeg maar 1520, dus dat is 5 eeuwen al, hè? Ja. Dan hebben we hier nog die prachtige grote toren met klokken erin, denk ik. Zijn er nog klokken uit de oude tijd of zijn ze helemaal nieuw? Er is nog één klok uit de oude tijd, die is uit 1432. Die is gegoten door Godefried van Hinten. Die hebben ze dus laten hangen in de Tweede Wereldoorlog, omdat de Nederlandse overheid had bepaald dat klokken van voor 1500 moesten blijven hangen. De andere klok uit 1735, die is wel geroofd. Er is in 1949 een nieuwe klok door ijsboots teruggezet. Dan hebben we hier in de kerk iets heel bijzonders en dat is de doopvont. De doopvont is uit de 13e eeuw, uit de 1230. En het is volgens mij marmer uit Namen, als ik me niet vergis. En die is dus destijds hier terechtgekomen, dus ook in de oude kerk nog. Hij is daarna verdwenen. Hij is in 1848, als ik me niet vergis, boven water gekomen. En toen deze kapel gebouwd werd, de doopkapel, hebben ze hem hier weer ingeplaatst. Oké. Okay. Is die verder nog helemaal origineel? Of zijn er ook dingen aan Nee, hij is niet veranderd? Helemaal origineel. Er is wel het een en het ander aan veranderd. Maar de vier evangelisten met de symbolen, die staan er keurig netjes op. Maar hij is wel links en rechts wat veranderd. Nou heb je de daken, die zijn bedekt met leien. En dan die dakruiter die erop staat, die is ook van een oudere tijd. De dakruiter die erop staat is een kopie van de middeleeuwse dakruiter. Dus architect Fransen, die de verbouwing aan het eind van de 19e eeuw heeft uitgevoerd, die heeft zich laten inspireren door de dingen die hij hier aantrof. En hij heeft dus een kopie laten maken van de oude dakruiter, alsof die oogt dat die uit de middeleeuwen stamt. En dan zie je daar van die mooie dingen op staan, pironnen. Dat klopt, dat zijn versierseltjes. En dat is het typische kenmerk van de gotische architectuur. Het reizigen, het omhoog gaan richting de hemel. En dat doet men dan met dat soort architectonische elementen, zoals pironnen. De oude communiebank staat tegenwoordig in de Mariakapel. De lichtinval door de glas- en loodramen werpt een prachtige, rustieke sfeer op alle versierselen in de kerk. Nou is dit gebouw een Rijksmonument. Waarom is het eigenlijk zo
belangrijk cultuur- en bouwhistorisch gezien? Dat heeft ermee te maken dat je niet alleen met de bouwgeschiedenis hebt van de middeleeuwse toren en middeleeuws koor met daartussen een belangrijke neogotische verbouwing. Is dat er, daarnaast ook is er een heel belangrijk interieur in de kerk nog aanwezig met architectuurelementen uit de 16e eeuw, beelden uit de 16e, 18e, 19e eeuw. Er is een doopvont. Een Romaanse doopvont uit de 11e, 12e eeuw. En er is een calvari, dat zijn drie beelden die vermoedelijk ook uit de vroege 16e eeuw zijn. En dat, dat maakt dat deze kerk zowel qua bouwkundige stijl als qua interieur zeer waardevol is. Dan is er ook nog een preekstoel met zo'n mooi baldekijn erboven. Is die ook uit 1907, uit de nieuwe... Nee. Inrichting? In 1942, komt uit Bunnik. Oh, dat is niet van origineel van hier? Nee. Oké, okay, die komt uit Bunnik. Die komt uit de protestantse kerk zelfs. Je kunt ook zien als je dichtbij zit dat er heel veel aan verslepen is. Hij is later helemaal opgeknapt, zeg maar. Maar want het is oorspronkelijk dus komt hij uit de protestantse kerk in Bunnik. Zijn er ook originele dingen nog bewaard gebleven vanuit het middenstuk? Vanuit het middenstuk zeer zeker. De twee transepten die gesloopt zijn in de 19e eeuw, daar zijn dus, die hadden gewelven. En die gewelven ontsprongen op mooie gebeeldhouwde kraagsteentjes. Die kraagsteentjes die zijn herplaatst in het 19e eeuwse schip en doen weer dienst als kraagstenen, maar dan nu voor het 19e eeuwse gewelf. Wel, meneer Hoendertmark, hartelijk dank voor al deze informatie. Meneer Buters, dank u wel voor dit verhaal over deze bijzondere kerk. Graag gedaan. Lekker, Sjak.
goed, hartstikke goed. Dit waren de uitzendingen van vorige week. Ook volgende week hebben wij weer volop nieuwe uitzendingen gepland staan. Deze kunt u bekijken via kanaal 46 van Ziggo, maar ook op onze website www.omroepwalraven.nl. Daarnaast zijn we ook op social media te volgen. Wij danken u hartelijk voor het kijken, zien u graag volgende keer terug bij een uitzending van ons of bij ons weekoverzicht. Tot ziens!